Snel gaan, dames en heren. Op deze meeting. We schakelen meteen over naar de vrije slag bij de heren. De dubbele afstand, de 200 meter. En ook daar hebben we een afmelding. Want Glenn Surgelose, die we hier zouden verwacht hebben, die is er ook niet bij. Gisteren heeft Surgelose de 100 meter nog gewonnen. Maar hij is ziek geworden. Deze 8 zwemmers zwemmen in de B-finale, zullen we maar zeggen. Zometeen komen toch wel wat kleppers. Met als toppunt Pieter van der Kee. Dit is voor deze jongens, allemaal geboren tussen 92-94. Een hoogtepunt waar zij een heel jaar lang voor trainen. Nu kunnen zij op televisie komen. Timothy Deolit, dat is de jongste. Hij is van 1995. En hier ziet u dan direct dat de supersnelle pakken zijn ingeruild voor kniepakken. Dus dat heeft de FINA, dat zijn de reglementering. Dat van heup tot knie mag men bedekken. De rest moet bij de mannen helemaal vrij zijn. Ik kan misschien nog de beelden van Phelps tijdens de laatste Olympische Spelen voor u halen. En dan had hij een heel pak, bijna van nek tot teen. En over die pakken blijft natuurlijk veel te doen. Want natuurlijk blijven de producenten elkaar bestoken met nieuwe modellen. Zo heeft men over 500 modellen ingediend bij de FINA ter goedkeuring. En dan gaat het natuurlijk allemaal over wat soort textiel, de dichtheid. Maar grootte is nu bepaald, dus van heup en knie. Bij de dames ligt het iets moeilijker. Natuurlijk omdat het bovenlijf nog bedekt blijft. En daar zal het verschil waarschijnlijk iets minder zijn dan bij de mannen. Goed, we kunnen naar Christophe, want hij heeft Janet Ottersen bij zich staan. Ja, absoluut. Janette Ottersen, how was it to swim this weekend in Antwerp? It was very nice. I come directly from a training camp in France, so I'm a bit tired, but it's always fun to swim competition. How was the competition between Belgium swimmers? So, you know everybody. No, I don't. The only one I know a little bit is Kimberly. But no, I don't know the others. Just one question. Denmark is doing very well last seasons. How come? I think it's because we started a few swimmers swimming pretty well, and then others saw us, and now everybody wants to swim fast. So it's, I don't know. We just kind of want to do the same, and everyone want to be the best. So yeah, I think so. Thank you very much. You're welcome. Step for Denmark. Janet Ottersen net terug van een trainingskamp. Ik vind het altijd fijn om te zwemmen en echt iemand ontkennen. Nee, alleen Kimberly Buis. Die durft zij wel te kennen. En in Denemarken, daar zullen we het nog wel over hebben. Want straks komt de absolute topzwemster van Denemarken, Lotte Fries, nog aan bod. Denemarken heeft het bijzonder goed gedaan in 2009. We kijken naar de winnaar van deze B-reeks in baan 5, Jonas Meijerhagen. Jonas zwemt voor de Brabant East Swimming Team. En zijn tijd zit, wat moeten we daarmee? 1.58.37 is een persoonlijke bestijd voor hemzelf. Dus dat is zeker een goede prestatie voor de jeugdige zwemmer van het Leuvense. Goed, Annelies de Maree, gaan we die nog zien vanmiddag? In elk geval, zij heeft een uitstekende 100 meter gezwommen, denk ik, Christophe. Ja, dat klopt helemaal, Stef. Op 400ste van die EK-limiet. Annelies, hoe frustrerend is dat? 400ste. Ja, ik vind het wel jammer, maar er komen natuurlijk wel nog kansen om die limiettijd te zwemmen. Dus op zich is het wel een goede tijd voor mij al. Niet meer zoveel kansen, een 2 of 3-tal denk ik nog? Ja, volgende week in elk geval nog. En dan denk ik dat er misschien nog wel een komt. Maar ja. We zeggen van jou, die internationale doorbraak, die moet er stilaan gaan aankomen. Dit is vandaag al een bewijs. Ja, het is een mooie tijd. En net die EK-limiet niet, dus ik kom wel dicht in de buurt nu. Veel succes nog. Dank je wel. Is zij de nieuwe sprintkoningin? Want Jolien Sijsmans is er nu vandaag al niet. Is een beetje ziek. Maar zij is sterker geworden, heb ik de indruk. Zij is zeker sterker geworden. En nogmaals, we zitten nu op internationaal niveau. Dat is de Europese Jeugdkampioenschap.
Het laatste nummer van dit Vlaams zwemkampioenschap is de 200 meter rugslag bij de mannen. En is best interessant, omdat we Bruno Klaes nog een keertje aan het werk zien. En Ashwin Wildeboer, zoals gezegd de Nederlandse Spaanse Deen. Dit is Bruno Klaes, veelvoudig Belgisch kampioen. De beste rugslagzwemmer, Pieter Wieland. U ziet de ontwikkeling van het lichaam. Moet nog plaatsvinden ten opzichte van de kolos die Klaes is. Hier is de Olympische man. En dat kunnen we ook merken aan de tattoo. Ashwin Faber-Wildeboer. Sander Helderwereld. In baan 5. En hier krijgen we toch het grote talent te zien. Louis Kroene. Waar we anderhalf jaar geleden van zeiden... Hey, we hebben iemand die straks alles gaat kapot zwemmen. We hopen dat Louis het alsnog kan doen. Lander Hendricks, ook een jongen van 1994, niet vergeten. Moet er nog 16 jaar worden. En Jens van Oudekerke van de Temse Zwemmers Zwemclub in baan 8. 200 meter. Nog altijd het Belgisch record op naam van Stefan Manen. Al 18 jaar lang intussen 1,59,64. Ja, en gisteren heeft Louis Kroene naar misschien toch een iets mindere periode toch weer laten zien dat er progressie in zit. Zo heeft hij gisteren de 200 meter vlinderslag afgewerkt in 2 minuten en 2 seconden. En daarmee verbetert hij zijn persoonlijke bestheid toch ruim. Hij is nog jong. Hij moet nog 16 jaar worden. En zeker iemand die hoge ogen later kan gooien. Op die leeftijd een beetje stagneren. Mag men nog niet over stagnatie praten. Laat hij maar rustig bedijen en rustig zichzelf en ook lichamelijk ontwikkelen. Hier zien we duidelijk het verschil van Wildeboer met de onderwatertechniek. En de andere zwemmers. Goed, zo meteen krijgen we een afrondend gesprek met technisch directeur Stefano Breno over het Belgische zwemmen en hoe moet dat in 2010. Maar Sid, wij kunnen al zelf een beetje conclusie maken. We hebben 2 Belgische records gezien. We hadden niet meteen verwacht dat we records zouden krijgen in het eerste jaar na het badpakkentijdperk, zullen we maar zeggen. En het komt allemaal van de dames. Zeker de dames heeft denk ik ook te maken met... Twee feiten. 1, dat het op de 50 meter nummers zijn, dus altijd wel mogelijkheden. En 2, dat het aspect en het verschil tussen de oude badpakken bij de dames en iets minder is dan bij de heren. En dat is een heel normale uitleg. De heren mogen maar pakken dragen nu van heup tot knie, terwijl de dames toch nog altijd hun gewone badpak tot knie mogen dragen. Maar het zijn wel 2 toch wel ook internationaal goede records. En vooral Kimberly Buijs blijf ik even nadrukken. Dat was, vind ik voor mezelf, sensationeel wat zij hier neerzet. 26-4 is internationaal zeer, zeer hoog ogen. Ja, dan kunnen we misschien toch wel dromen van finale plaatsen op het EK in Budapest. En wie weet misschien wel meer. We kijken tot slot naar de aankomst op die 200 meter met Wildeboer. Die gaat winnen. Maar we zien ook een goede Kroene. Zeer goed. Bruno Klaes probeert hier onderaan in beeld nog een versnelling te zetten. Maar Louis Kroene die tweede wordt in 2.04.90. En dat is toch wel een zeer goede prestatie. 2.04.90 en wordt Bruno Klaes derde in 2.05.13. Maar 2.04.90 is een buikprestatie voor Louis Kroene. Als hij nog iets kan doorzetten, dan kan hij op de... Hij mag nog niet deelnemen aan de Europese kampioenschappen. Want hij is nog zelfs te jong om daaraan mee te doen. Maar dat is eigenlijk al de limiettijd voor de Europese kampioenschappen. Ja, want als je van 93 bent, dan wordt je toegelaten in 2.07.15. En hij is een jaar jonger en hij zwemt dus nu al 2.04.90. Zeer zeker. En dat is maar 5 seconden boven het record van Stefan Manen. En dit voor een zeer jonge kerel die nog 16 moet worden. Hij heeft hier weer getoond... Dat er geen twijfel moet zijn. Louis Kroene zal ons nog veel plezier geven later in zijn carrière. En nogmaals, laat hem maar rustig gedijen en rustig aan zijn techniek en lichaamsbouw werken. Dat zijn dan toch de conclusies die ik wil stellen. Kimberly Buijs, zeer puik. Kim Janssens ook heel goed. En 2 jongeren die zich zeer nadrukkelijk manifesteren. Namelijk Wart Bouwens en Louis Kroene. Dankjewel Sidney Appelboom voor je deskundige uitleg. En dit was het van op de Vlaamse zwemkampioenschappen. Maar Christophe van der Goor die gaat afronden met de baas.